Europese topclubs die elkaar het vuur na. Welkom allemaal in de lichtstad Parijs. Het regent behoorlijk. Het Parc des Princes is door en door nat. Voor het commentaar bij deze wedstrijd kunt u vandaag, ja vandaag, eigenlijk altijd, of u moet overschakelen naar het Engelsman, maar doet het maar niet, bij ons is het veel leuker. U kunt luisteren naar Jeroen Grütte en mijzelf, Sjoerd de Vos. En we gaan zo live kijken naar deze heenwedstrijd in de kwartfinale van dit toernooi. Het is Paris Saint-Germain tegen Borussia Dortmund. Ja, het kan twee kanten op vandaag. Of ze zijn bang om te verliezen en graven zich een beetje in. Of ze willen gewoon een goed resultaat meenemen naar de return in deze kwartfinale. En ja, wij hopen natuurlijk dat laatste. Dat het een sensationele wedstrijd oplevert. Lekkere steekpaas. Doelpunt nummer 1. Nou, die laten er geen gras over groeien. Wat creëert hij toch weer veel dreiging met die gevaarlijke steekpaas. Mooi gedaan door Ziyech. En dan Mbappé die trefzeker is met het schot in de korte hoek. Keeper is vast. Trapt af. Met een antwoord komen. De overtreding is de scheidsrechter echt niet ontgaan, maar Borussia mag door. Heel slordig van Borussia. Verratti. Op weg naar het doel nu. Sébastien Haller. Bal achter en dan krijgen we een doeltrap. Marco Verratti. En Hakim Ziyech nu. Frenkie de Jong, deze moet erin. Gaat het iets opleveren? De doelman blijft weer het antwoord schuldig. En zo maakt hij zijn tweede van de dag. Heerlijke treffer toch? Ja, als een speler op die plek de bal krijgt, dan ben je natuurlijk al geklopt. Dan hoef je niet meer te verwachten dat de doelman voor Superman speelt en nog even gaat tegenhouden. Nee, zo werkt het. Bellingham. Mooie actie. Frenkie de Jong. Mbappé krijgt een open kans. Geen doelpunt deze keer. Maar ja, hij heeft er al twee in zitten. Ja, maar ja, het is toch leuk om voor die hat-trick te gaan. We gaan er eens goed voor zitten. Voor een van de allergrootste sterren in het voetbal in Europa. Deze nog jonge Kylian Mbappé. Wat verwacht jij van hem? Nou, dit seizoen. Oh, de kans! Schiet dan! Er moet wel een duik aan te pas komen. Komt de hoekschop in het midden. En prima gered daar. En nog een hoekschop. Ja, mooi afgepakt in de 16. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. En hij redt hem. Hij ging alleen op het doel af. Ik dacht dat hij zou zitten. Er komt de corner van Neymar in de 16. Die wordt goed geblokkeerd. Hij kan die bal wegwerken. Borussia Dortmund maakt dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Hij schiet. Ja, deze gaat niet op doel, maar het was een aardige kans. Nou, ze proberen het in ieder geval. Ik vind dat je ze daar ook de credits voor mag geven. Marco Verratti. Kylian Mbappé. Bal uit handen gegeven door Paris Saint-Germain. Verratti. Neymar komt naar voren. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Een gevaarlijke plek om de bal kwijt te raken. Ja.
Soler. Buskan. Gevaarlijke hoge bal in de diepte. Een geweldige ingreep. En het gevaar is geweken. Sébastien Haller. Ja, die is voor Donnarumma. Soler. Hij is voor de bal gezet. Het is geen Zündapp, geen Kreidler. Het is Marco Reus op de brommer. Hop, daar het doel van de tegenstanders. De keeper kan de bal zo vangen. Frenkie de Jong. Nou, en zo raakt Ziyech de bal kwijt. De bal wordt in de vrije ruimte gedropt. Sébastien Haller. Deze kun je maken, hoor. Zo, hier zit Donnarumma mooi bij, zeg. Wat een duik. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Een goal voor Borussia Dortmund. Dan verder met de wedstrijd. Nog één doelpunt voor Borussia Dortmund. Het staat weer gelijk. De scheidsrechter fluit af. Tijd voor een... Kwartfinale. UEFA Champions League. Eerste ontmoeting. Tweede helft. En daar is de aftrap. We gaan weer verder. En inmiddels is er een doelpunt te melden bij het duel in San Siro, begrijp ik. Een goal voor het team van Liverpool. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding. 46 gespeelde minuten. En bedankt voor deze update. Borussia Dortmund. Dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Haller. Wat een enorme comeback, zeg. Ze stonden er 2 achter. En nu staat het weer gelijk. Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. Mooie actie. Garcia. Jonathan Tah hier. Gevaarlijk. Zo'n steekpaas. Rechtstreeks in de handen van het doelman. Geen probleem. Ziyech. En Ziyech met de bal. Dortmund met het balbezit. Neymar. Hij ontsnapt. Hij moet scoren. Fenomenaal van Kogel. Mooie redding. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Uur gespeeld naar de keeper. Speler onder druk. Marquinhos. Hij onderschept de bal. Ziyech. Marco Verratti. Hakim Ziyech. Marco Verratti. Sergio Ramos krijgt de bal. De kans om voor te komen. De bal komt tegen een tegenstander aan. Er wordt een speler gewisseld. Neymar neemt hem. Zijn bal in de 16. Oh, knap gered, zegt die bal. En nog een hoekschop. Het publiek komt van de banken. De mensen hopen dat de ploeg deze gelegenheid aangrijpt om op voorsprong te komen. Nou, en weer een corner. Ja, hij neemt hem. Op de corner van Neymar, in de 16.
Mbappé. Nou, dit moet je maar durven. Bellingham. Als ze nu schakelen, is een counter mogelijk. Die counter leek gevaarlijk te worden. Maar ze zijn de bal weer kwijt. Vrije trap op een lekkere plek om hem meteen op doel te schieten. Neymar Junior. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. We hebben nog 15 minuten te gaan. Een zwak moment. Ja. En bal kwijt. Frenkie de Jong. Wat een steekpaas. Dit kan iets worden. En Dortmund krijgt de inworp. Tijd voor een wissel bij Borussia. Dat was een balbezit voor Borussia. Lekkere steekpaas. De fans kijken uit naar een schot. Het schot wordt geblokkeerd. En dan veroveren ze hem op een gevaarlijke plek. Bijna tijd, maar wellicht dat ze de voorsprong alsnog kunnen pakken via deze hoekschop. Daar komt iemand van de bank. Uit Borussia Dortmund. Counter behoort nu tot de opties. Steekpaas. Lastig voor de verdediging. Frenkie de Jong. Dat was echt een te zwakke paas. Oh, goede bal. Borussia met een veelbelovende aanval in de slotfase. Levert ze dit dan? Ja, dat is uitstekend keeperswerk. Nee, nu wordt het spel stilgelegd. Blijkbaar toch buitenspel gesignaleerd. Vierde official geeft aan 2 minuten extra. Bal naar Hakimi. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. De keeper met de reflex en hij tikt de bal weg. Nou, dit eindigt dus in een gelijkspel. We hebben... Deze speler maakt veel belangrijke doelpunten. En in de Champions League... Vanuit het nat BVB Stadion Dortmund... heten wij u van harte welkom. We hebben hier een interessante wedstrijd. Ik ben Sjoerd de Vos. En vergezeld zoals altijd door mijn collega Jeroen Groet. Samen leveren we vanavond een commentaar bij deze wedstrijd. En we zijn inmiddels aanbeland bij de returnwedstrijd in de kwartfinale van het toernooi. Het is Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain. Daar zie je het. Doorgebroken met de bal. Ja, die eerste zit erin. En we hebben amper gespeeld. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling. De afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. We hebben nu een stand van 3-2 over 2 duels gerekend. Jonathan Tah. Rafael Guerreiro. Goeie tackle en bal terug in bezit. Kylian Mbappé. Op het pad gestuurd door Mbappé. Maakt hem voor oprukken. Daar! Bien joué! Goal voor Paris Saint-Germain! Niet normaal zeg. Die steekpaas van Neymar. Maar Mbappé krijgt daarna dan toch nog te maken met behoorlijk wat tegenstand. En dan lukt het ze toch om te scoren. Dat is knap. Dit leidt tot een stand van 4-2 over 2 wedstrijden dan.
Slechte voorzet. De verdediger kan ertussen komen. Kylian Mbappé. Simpel ingeleverd bij de tegenstander. Door Kylian Mbappé. Dit kan maar eens een kans opleveren. Virgil van Dijk grijpt in. Zo hoort dat. Voorzet gestopt. Frenkie de Jong. Nu Kylian Mbappé. De bal weggegeven door Mbappé. Bal voor de doelman. Frenkie de Jong. Raakt hem hier kwijt. Borussia Dortmund. Dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. En nu Bellingham. Mahmoud Ahoud. Waarom? Simpele redding. Al vroeg onderschept die bal. Op doel geschoten. De keeper strekt zich en tikt de bal naast. Fantastisch. Nou, dat was echt een prachtige redding op die inzet. Hakim Ziyech. Dat schot kijkt de doelman gewoon naast. Ja, dat is, ja, hoe noem je dat weer? Fluwelen techniek. Frenkie de Jong is een definitie van fluwelen techniek. Op naar de helft van de tegenstander. Niet te verdedigen. En dit keer staat de keeper in de weg. Ja, deze laat de keeper niet nog een keer scoren. Zit er wel goed bij, moet ik zeggen. Hij probeert naar binnen te komen. Ja, goed geblokkeerd. Sergio Ramos. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. En dan de afronding. Ja, het oog misschien wel eenvoudig, maar zo makkelijk was het nog niet. Na dit doelpunt hebben we een stand van 5-2 over twee wedstrijden. De voorzet wordt gegeven. Hij haalt die pas eruit. Hij kopt met een schot. Prima gekeerd, die poging op doel. Zie je. Kylian Mbappé. Zwakke paas, zeg. Zonde. Balbezit. Vroeg veroverd. Gevaarlijke steekbal. Het gevaar is hier nog niet geweken. De doelman verricht hier toch uitstekend werk, hoor. In eerste instantie ging het spel verder naar die redding. Maar nu heeft hij hem toch te pakken. Ja, het was toch echt een geweldige redding die hij in eerste instantie maakte. Een reflex die je maar zelden ziet. Julian Brandt. Garcia. Nee, zo bereik je geen medespelers. Zwakke voorzet, zeg. De doelman kan zich opmaken voor een doeltrap. Schept. Borussia Dortmund. Dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Oh, kans voor korte afstand. Prima redding, hoor. De bal komt voor het doel. Niet goed gedaan, dit, zeg. Daar klinkt het rustsignaal. En laten we hopen. Dortmund trapt af. Hij luidt daarmee de tweede helft in. Sébastien Haller.
bal wordt onderschept door Sergio Ramos. Ze kunnen snel uitbreken nu. Neymar. Mooie onderschepping. Garcia. Guerrero. Borussia Dortmund. Dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. En ze komen weer aan de bal. Bijgestaan door zijn teamgenoot. En dat is einde aanval. De tegenpartij stelt orde op zaken. Hier moet er een counter mogelijk zijn. Julian Brandt. Rafael Guerrero. Ja, is dat wel buitenspel? Nou, kantje boord. Neymar. En ze krijgen de bal weer. Julian Brandt. In het 16 meter gebied de bal weer afgepakt. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Blijft aan de bal. De kans voor Julian Brandt. Doelman kan redden. Een fraaie duik. Marco Verratti. Daar is Neymar Junior. Hele fraaie steekpas hier. Mbappé. Mbappé krijgt een open kans. En goed zeg, dat blok. Balbezit weer terug. Goede pressie. Thomas Meunier. Daoud. Garcia. Een bal hoor, gevaarlijk steekballetje. De man loopt er dood. Hakim Ziyech. Rafael Guerrero. Nee, die gaat mis. Hij zit op een andere manier. Kijk, het is best knap hoor, om hem van zo'n afstand zo ver van het doel te krijgen. Hij faalt hier opzicht. Zo komt hij in balbezit naar een sterke sliding. Anthony Modest. Sébastien Haller. Hij rolt het niet af. De trainer is het tijd om te wisselen. Verratti. Daar is Sergio Ramos. Hakim Ziyech. Kylian Mbappé aan de bal. Ja, zo'n hard schot is leuk op de kermis, maar hier heb je er weinig aan. Nee, helemaal niet zelfs. Misschien de volgende keer iets minder hard proberen te schieten. Het is maar een adviesje. Marco Reus. Guerrero. Ja, een schot. Het schot wordt geblokt, toch? Ja, geblokt. Dat is misschien niet moeilijk te onderscheppen. In het centrum gespeeld. Bestrand. En de tegenstander nu met het balbezit. Heel slordig van Borussia. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. De doelman heeft hem. Dat ging makkelijk, zeg. Wat een kans. Zo, van dichtbij. Raak hem hier kwijt. 6 minuten nog. En dan zit de reguliere speeltijd erop. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Bellingham. Hij beschikt deze bal. Oh, nog een
gevaarlijke steekpas, zeg. Een mogelijkheid voor Neymar. De tegenstander neutraliseert zijn schot. Ah, c'est fini. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van iedereen op deze bijzondere dag. In het prachtige Parc des Princes in de Franse hoofdstad Parijs. Het commentaar bij deze wedstrijd wordt geleverd door Jeroen Gruter en ondergetekende Siert de Vos. En waar we vandaag naar gaan kijken, dat is de heenwedstrijd in de halve finale van dit toernooi. Dit zou toch echt iets moois moeten kunnen opleveren. Hoi Siert, bedankt voor de introductie. Ik kan niet wachten op de aftrap van deze halve finale wedstrijd. En hij komt eruit met de bal. Die verdediger zorgt ervoor dat hier een einde komt aan die counter. De startopstelling van Paris Saint-Germain van vandaag. Onder de lat vinden we Donnarumma. Ja, ja! De kans! De kans op een goal! Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller. Maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. Sergio Ramos is de man die nogal in het nieuws is. Er wordt volop gespeculeerd over hem. Hij zou dit seizoen nog uit willen spelen, maar daarna zijn carrière als profvoetballer definitief willen beëindigen. Als dat waar blijkt, is dat toch een kleine ramp voor deze club. Denk je niet, Jeroen? Oh, absoluut hoor. Hij heeft zich echt onmisbaar gemaakt voor dit elftal. Als hij daadwerkelijk stopt, nou, dan wens ik ze succes hoor. Dat wordt nog een hele kluif om hem te vervangen. Maar ja, het is natuurlijk niet onlogisch. Hè? Hij is niet meer de jongste van het stel. Voorzet geblokt door de tegenstander. Overname door vroeg druk zetten. Die moet erin. De doelman verdedigt zijn doel. Nou, daar is hij voor, hè? Marco Verratti. Als je een bal zo tegenhoudt, ja, dan kun je wel wat hoor, als keeper. Pak zie de leiding. En daar is hij, de openingsgoal van deze halve finale wedstrijd. En wat een belangrijke treffer. De nul is van het bord. Het stadion ontploft. Ja, figuurlijk dan, want anders moet je heel tijd wachten op een nieuw stadion. Deze man is zo gevaarlijk aan de bal. Gewoon je man passeren en scoren. Oh ja, geweldig gedaan. Wat een technicus. Aftrappen. Paris Saint-Germain is het hoofd in de wolken. Lobotka. Het is erop en erover. Richting het midden voorgegeven. Nou, dat is ook weer opgelost. Het scheelt een stuk. Heel wat. Dit schot ruim naast. We zien de onderschepping goed van Ziyech. Ja, dit kan nog gevaarlijk worden. Een dreigende dribbel. Wat een mooie alliteratie van Sergio Ramos. Verdediging effectief hier. Matteo Politano. Mbappé. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. Neymar! De doelman staat zijn mannetje. Een hele sterke interceptie. Ho, lijkt wel dokterstaal. En op een goed moment. Mbappé. Zo, nu wordt flink onder druk gezet. We zijn nog niet helemaal uit de penarie. Ze nemen voorbereidingen voor de hoekschop. Hakim Ziyech. Dat is een prima redding. Nog een hoekschop. Corner voor het doel gebracht. Dat loopt goed af met die ingreep. Daar op de vleugel is nu wat ruimte. Wordt dit de gelijkmaker?
en zit er goed tussen. Lobotka. Daar komt de voorzet aan. Een goede sprong, een knappe timing. Maar ja, de richting laat wat te wensen over. Ja, zonde hoor. In eerste instantie dacht ik dat hij binnen zou gaan. Maar uiteindelijk gaat hij net langs de verkeerde kant van de paal. Lobotka. Een fraaie steekpaas. Maar helaas, het is buitenspel. Ja, en die loopactie leek precies op het juiste moment te komen. Maar ja, blijkbaar werd hij toch iets te vroeg ingezet. Je moet dus net iets laten vertrekken. Lobotka. Osimhen. Ondanks de achterstand houden ze de bal geduldig in de ploeg. Nou, gevaarlijk worden ze dus niet. Want de bal wordt alweer ingeleverd. De speler krijgt hulp. Het spel wordt stilgelegd. Het is buitenspel. Wordt 1 minuut bijgeteld. Neymar. Listige steekbal. Kylian Mbappé. Het schot wordt afgeweerd door een speler. De scheidsrechter bepaalt dat het rust is. De tweede drie kwartier zijn begonnen hier in Parijs, in het Parc des Princes. Fysiek sterk en zelfverzekerd aan de bal. Goed van de bal gezet. Hakimi. Neymar. Kylian en Mbappé aan de bal. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Virgil van Dijk grijpt in. Zo hoort dat. Voorzet gestopt. Kylian Mbappé speelde een uitstekende eerste helft, toch Jeroen? Ik ga ervan uit dat hij blij is met die goal waarmee zijn ploeg de voorsprong te pakken heeft. Ja, nu op jacht naar de volgende. Onderschept die paas. Neymar. Een mogelijkheid voor Neymar. Schot wordt geblokt. Sekou Fofana. Heerlijke tackle. En Paris Saint-Germain op de vijandelijke helft. De fans roepen om een schot. Hij zoekt de opening nu. Goed op blok gezet. Uit de draai. De keeper kan eenvoudig redding brengen. Goed op afstand gehouden. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Gevaarlijk, zo'n steekpaas. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Frenkie de Jong. Goed van de bal gezet. Hij krijgt hulp. Over de spelers heen, deze steekpaas. Klasse zeg, wat een verdedigend werk. Neymar. Deze paas wordt onderschept. Bal gaat uit, inworp. Er komt een wisselspeler in het veld. Kylian Mbappé. Goed gezien die bal. Ziyech. Hier de aanval van Paris Saint-Germain. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Binnengehouden die bal. En dit ziet er behoorlijk dreigend uit. Marcos Llorente. Llorente. Dit moet heerlijk zijn voor die keeper. Hij houdt hem gemakkelijk tegen. Ja, maar wat die speler zal denken. Hey, die verprutst hier toch gewoon een kans van zo dichtbij. De
bal is ingeleverd. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Mbappé. De toeschouwers willen een doelpoging van Mbappé. En daar is nu... twee van deze spelers. Wat een goal! En wat is hij? Meedogenloos voor de goal vandaag. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En dan hebben we daar Mbappé die van dichtbij de bal in het doel weet te krijgen. Osimhen. André Frank Zambo-Anguissa. Lobotka. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Matteo Politano. Lobotka. Hier is Osimhen. Hij onderschept de paas. Aan de zijkant krijgt hij ruimte. Weggevaar. Goed getimed die actie. Gevaarlijke steekpaas. Ze zijn nog niet aan het probleem. Deze voorzet vindt geen vervolg. Wissel ingezet. Corner voor het doel gebracht. Goeie geplaatste kopbal van de keeper. Ja, die zit er prima bij. Nou, zo makkelijk was het niet, hè? Om deze te pakken. Prima gedaan. Wordt 1 minuut bijgeteld. Kylian Mbappé. Hakim Ziyech. Door op Neymar. Marco Verratti. De wedstrijd is afgelopen. Paris Saint-Germain doet met deze zegen. Istanbul is klaar voor de belangrijkste dag van het jaar. Tenminste, als het gaat om clubvoetbal in Europa. De finale van de UEFA Champions League. Jeroen Guter zit naast me. En samen zullen we deze wedstrijd van tekst en uitleg voorzien. Vanuit het Atatürk. Oh, wat een kans. Nee, die gaat er eens niet in. Ederson, knappe redding. Neymar neemt hem. Zijn bal in de 16. Hij blokkeert het schot. Er zit iemand tussen. Deze 11 man gaat Manchester City aan de wedstrijd beginnen. Ederson staat in het doel. Kyle Walker speelt in de defensie. Met Theo Hernandez aan de zijkant. Kevin De Bruyne speelt als centrale middenvelder. En naast hem Rodri. Haaland speelt natuurlijk in de voorhoede. De startopstelling van Paris Saint-Germain van vandaag. Onder de lat vinden we Donnarumma. Virgil van Dijk begint als centrale verdediger. Net als Marquinhos. Frenkie de Jong start centraal op het middenveld. Samen met Marco Verratti. En bij balbezit zijn alle ogen gericht op de twee afmakers. Nou, maar denk... Ziet, stop! Daar komt de goal aan volgens mij. Doelpunt! Een bu! Ja, vroeger zei je bu! Vrij! Buut vrij! He, bij het verstoppertje spelen. Magnifiek! Hij brengt zijn team op een voorsprong. 1-0 voor Paris Saint-Germain in deze finale van de Champions League. De aftrap in Paris Saint-Germain is het hoofd in de wolken. Iedereen let natuurlijk extra op Kylian Mbappé vandaag. Wat denk je? Heeft hij voor ons weer iets in petto? Nou, zie het. De statistieken liegen natuurlijk niet. Maar we zien het ook met onze eigen. Hij is in de vorm van zijn leven. Hij scoort zo makkelijk. Nog 1 goal en hij is topscorer alle tijden. En dat is een barrière die vandaag waarschijnlijk al gaat zeggen. Hakimi. Ja, de arbiter zag het. De aanval van Paris Saint-Germain kan door. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Neymar. Kylian Mbappé. En het is hem gelukt. Ja, dit is...
is niet zomaar een doelpunt. Het is een nieuw toernooirecord. Deze man schrijft geschiedenis. Hè. Hij is de kwelgeest van elke verdediging. Telkens als ik hem aan het werk zie. Het is zo indrukwekkend. Wat een speler. Rodri. Bernardo Silva aan de bal. Balbezit veroverd. Wie roept deze dribbel een halt toe? Voorgegeven op Bernardo Silva. De doelman wordt tot een duik gedwongen. Daar komt de corner van Kevin de Bruyne. Die moet je beter wegwerken. Bernardo Silva. Ja, op het doel. Donnarumma. Simpele redding. Neymar. Ja, tot zover het balbezit van Manchester City. Neymar. Op Frenkie de Jong. Mahrez. Ook bij Haaland. Hij onderschept de bal. Paris Saint-Germain moet de bal vaker dan het zou doen aan de tegenstander laten. Maar als alles zo blijft, dan zullen ze geen probleem meer hebben om de tegenstander het spel te laten maken. Foden. Manchester City levert de bal in. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Komen ze hier dichterbij? Ze krijgen misschien een herkansing hier. Dat oogte gevaarlijk, maar ze hebben het opgelost. Zie het, ik kan nog steeds niet geloven dat die bal er niet in ging. Bal naar Haaland. Zo, zit er daar allemaal mooi bij, zeg. Wat een duik. De bal komt voor het doel. Het gevaar is nog steeds niet geweken. En dat betekent einde aan het gevaar. Nog steeds op weg naar het doel. En Bernardo Silva moet scoren. Goed geblokt dat schot. Wat een geweldige bal. Het is maar één doelpunt, maar ze staan wel achter en zullen iets moeten doen. Ze voetballen verder. Manchester City kan nu misschien doorstoten. Nog een minuutje extra speeltijd. Bernardo Silva. Riyad Mahrez. Donnarumma, prachtige redding. Hier dan de hoekschop van Kevin de Bruyne. Daar komt een tegenstander tussen. En dan is voor iedereen hier de rust aan. En daar is het beginsignaal van de scheidsrechter. We gaan kijken naar de tweede helft van deze Champions League finale. De spelers van Paris Saint-Germain passen. Wel paas en zo brengen ze het verschil op 2. Er is nog tijd voor de tegenstander om wat terug te doen in deze finale. Maar daar moeten ze nu wel aan de bak. Nou, zo doe je dat. De steekpaas van Neymar. Maar Mbappé krijgt daarna toch nog te maken met behoorlijk wat tegenstand. En dan lukt het ze toch op de score. Dat is knap. We trappen weer af met een stand van 3-1.
Ruimte hier nu voor Mahrez. Theo Hernandez. Riyad Mahrez nog eens. Zwakke paas, zeg. Zonde. De speler pakt de bal af met een mooie sliding. Neymar Junior. Paas op de diepte van Neymar. En die aanval duurt niet lang. Diaz. Bernardo Silva houdt die bal tegen. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Rodri. De toeschouwers willen een schot zien van Haaland. Komt Donnarumma. Oh, die duikt heerlijk naar de bal. Deze neemt hij kort. Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez. Heeft een mooie redding in huis. Opnieuw een corner. Hij neemt hem kort. Hoekschop wordt voorgegeven. Donnarumma zet zijn vuisten tegen de bal. Bal naar Walker. Dat schot wordt tegengehouden. Ze zijn nog niet aan het probleem. Dit is wat simpeler, dit balletje. Goed te doen. Na die eerste redding. Ja, maar dat was een geweldige reactie. Prachtig keeperswerk. Sergio Ramos. Er is denk ik een counter mogelijk. Paris Saint-Germain verliest de bal. Hakim Ziyech. PSG levert de bal opnieuw in. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Erling Braut Haaland. Twee woorden. Uitstekend keeperswerk. Ja, van zo'n korte afstand moet je over snelle reflexen beschikken. Bal opnieuw achter. Nog een corner. Hij neemt hem kort. Bal voor de pot gegooid. Een poging die bal weg te werken mislukt. Het leek dreigend, maar nu alles onder controle. Er ligt een counter op de loer. Simpel ingeleverd bij de tegenstander door Kylian Mbappé. Goed gekeerd door de keeper. Manchester City gaat een nieuwe speler brengen. Korte corner. Balbezit naar die sterke tackle. Frenkie de Jong. Mooie plek zeg, om die bal te veroveren. Knallen maar. Dat schot bleek dus niet zo dreigend als ik dacht. Makkelijke bal voor de doelman. Het publiek vraagt om een schot. En dit keer staat de keeper in de weg. Ja, deze laat de keeper niet nog een keer scoren. Zit er wel goed bij, moet ik zeggen. Niet voorgezet, maar kort genomen. Hij schiet. Donnarumma. Simpele redding. Frenkie de Jong. De slotfase van een enerverend potje voetbal. Tussen Paris Saint-Germain en Manchester. Kevin De Bruyne. Tegen de lat, hij blijft in het veld. De doelman kan de bal pakken en het doelpunt werd maar net voorkomen. Ja, het was dat die bal op het aluminium kwam hoor. Anders was het een doelpunt geweest. Als ze willen, kunnen ze nu counteren. Frenkie de Jong. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Erling Braut Haaland. De scheidsrechter legt het spel niet stil, maar laat City doorspelen.
En met de bal aan de voet de uitbraak. De kans op de aansluitingstreffer en een behoorlijke kans hoor. Oh, Jeroen, deze moet je gewoon maken zien. Dat moet, dat kan niet anders. En nu is er bijna geen tijd meer. Er komt 2 minuten speeltijd bij. Rodri. Dit moet een goal zijn voor de Bruinen. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer. Het is afgelopen. Ja, hij is binnen. Hij is binnen. En wat een ontlading zien we bij de spelers. Ze zijn buiten zinnen van vreugde. Ja, en ze hebben er zo lang voor moeten vechten. Ja, en dan zie je meteen.